Keuzehoofdstuk Kernen en Deeltjes, paragraaf 5. Toepassingen. Van wat we in de vorige paragraaf hebben gehad, wordt een deel toegepast. Een deel daarvan heeft te maken met het feit dat er massa kan verdwijnen. Ja, massa kan verdwijnen. Als je namelijk van ieder atoom de massa gaat bekijken, de massa van het atoom, zie tabel 25a in BINAS, en je gaat het vergelijken met de massa die je zou krijgen als je de losse onderdelen van het atoom, dus het aantal protonen, zoveel keer de massa van een proton, plus zoveel keer de massa van een neutron, plus zoveel keer de massa van een elektron, dat bij elkaar gaat optellen, dan zal bij ieder atoom die massa van het atoom in totaal kleiner zijn dan de opgetelde massa's van de losse onderdelen. Van de losse onderdelen verdwijnt dus massa. Nou, dat blijkt, als je dat gaat onderzoeken, dat dat vrijwel helemaal door de kern komt. En de kern, wat is er met die kern aan de hand? Als je de kern gaat samenstellen uit protonen en neutronen, dan blijkt er massa te verdwijnen. Ja, nee, er verdwijnt echt massa. Dus een los proton of een los neutron weegt meer dan als datzelfde proton of datzelfde neutron bijvoorbeeld in een kern zit van een ijzeratoom, om maar wat te noemen. Einstein, zie paragraaf 1, die heeft voor ons al aangetoond dat die massa en die energie equivalent met elkaar zijn, dankzij zijn speciale relativiteitstheorie, met als consequentie de verdwenen massa is energie geworden. Wat moeten we nou met die energie? Nou, dat hoeveelheid massa die verdwenen is, dus als je de losse protonen, neutronen en elektronen daarvan de massa's bij elkaar optelt en wat dat zou moeten geven en het vergelijkt met de massa die het atoom echt heeft, dus dat verschil daartussen, dat wordt het massadefect genoemd. Nou, dat massadefect moet dus, lang leven meneer Einstein, equivalent zijn met een bepaalde hoeveelheid energie. Die energie noemen we de bindingsenergie. De energie die zit in het samenbinden van de verschillende kerndeeltjes, de nucleonen. Nou, dat verband dat gaan we natuurlijk vinden door de equivalentierelatie van Einstein. Dat is, nee, ja, nou, je ziet hem, hè. Delta E is MLC kwadraat en dat is een algemene of een lage snelheidsvariant van deze meer algemenere. Delta E is delta M mal C kwadraat. Daar kunnen we wat mee. Als we namelijk bewust die massa kunnen omzetten in energie, dan kan er energie bij vrijkomen. En als je gaat rekenen hoeveel dat is, dan is dat heel veel. Maar eerst eventjes nog iets met die bindingsenergie. Je zou kunnen denken, bindingsenergie, hoe meer bindingsenergie, hoe stabieler mijn kern. Want des te meer energie zit er in het bij elkaar binden van de protonen en de neutronen. Dat blijkt echter niet waar te zijn. Niet zonder meer. Want die bindingsenergie, nou ja, simpelweg een grotere kern, daar zitten meer deeltjes in, die worden meer met elkaar verbonden. Dus een grotere kern heeft gewoon zonder meer een grotere bindingsenergie. Dus de grootste kernen met de grootste bindingsenergie, dat zijn dus de allergrootste kernen. Nou ja, kijk in je BINAS, die zijn helemaal niet stabiel. Dus dan zit je ver in de transuranen. Dus neptunium, plutonium en californium. En, nou ja, dat hele rijtje. En die zijn helemaal niet stabiel. Nou, wat blijkt nou? Je moet gaan kijken niet naar de totale bindingsenergie, maar de gemiddelde bindingsenergie per nucleon. De gemiddelde bindingsenergie per nucleon, dat zegt wel iets over hoe stabiel een kern is. Nou, hier zijn we weer een grafiek, waarbij je dus horizontaal het massagetal uitgezet ziet en verticaal de bindingsenergie, gemiddelde bindingsenergie per nucleon. En daar zie je een aantal bijzondere dingen in deze grafiek. Het is geen mooie vloeiende, al zien we wel wat van een figuur erin zitten. Mooi netjes glad en vlak is deze grafiek niet. Wel een belangrijke om op te merken, het hoogste punt is ijzer 56. En dat betekent dus dat ijzer 56 de meest stabiele kern is die er bestaat.
IJzer 56. Eventjes, wat is atoomnummertje 26? Dus daar zitten 26 protonen in. En dan blijf je met een totaal van 56 en daarvan 26 neutronen. Zitten er dus ook nog 26 protonen. Blijven er dus 30 neutronen over. En we zien nog een leuk rijtje pieken. En die zitten bij helium 4, beryllium 8, koolstof 12, zuurstof 16 en neon 20. Dat is ook een bijzonder rijtje. Want dat betekent in dit rijtje wat hier genoemd wordt, is dat de atoomnummers gaan 2, 4, 6, 8, 10. En de massagetallen 4, 8, 12, 16, 20. Dus dit zijn allemaal veelvouden van de helium 4 kern. En dit is tevens de verklaring waarom alfastraling een helium 4 deeltje is. Kijk maar in die grafiek. Helium 4 is een hele scherpe piek. Een heel sterk lokaal maximum. En dat betekent dus dat helium 4 een heel erg stabiele kern is. Nou, zo stabiel dat die redelijk eenvoudig te vormen is met zijn twee protonen en twee neutronen. Dat is niet heel erg veel. Maar wel heel stabiel. En daarom vormt dat een alfa deeltje en kan het makkelijk door een kern eruit gegooid worden. Wat is er nog meer te zien hierin? Als je nou in die grafiek gaat verspringen. Je gaat van kern naar kern. Als je dan naar IJzer 56 toe werkt, dan gaat er dus telkens meer massa in energie worden omgezet. Dus ja, hoe kom je nou naar IJzer 56 toe? Nou, bij de lichte kernen moet je die kernen samenplakken, moet je ze groter maken. Dat heet fuseren. Net tot je bij IJzer 56 komt. En vanaf de grote kant van de grote kernen, ja, die moet je steeds kleiner maken. Splitsen, splijten. Om stabieler te worden en dus energie eruit te winnen. Want ga je omhoog in dit diagram, dan krijg je energie uit een reactie. Ga je omlaag in dit diagram, moet jij energie in de reactie stoppen. Anders gezegd, exotherme kernreacties neemt de massa af en bij endotherme kernreacties neemt de massa toe. Hele belangrijke opmerking. In tabel 26, of herstel, tabel 25a van BINAS staan atoommassa's. Wij rekenen hier aan kernreacties. Betekent dat je moet rekenen met kernmassa's. Dat is net even iets anders dan wat er in de BINAS staat. Betekent, je moet voordat je gaat berekenen, eerst de elektronen eraf halen. Een IJzer 56 atoom, om maar even dat voorbeeld aan te houden, bestaat dus, heeft atoomnummer 26. De massa die in BINAS staat is dus de massa van het IJzer 56 atoom inclusief 26 elektronen. Ga je een kernreactie op rekenen aan een kernreactie waarbij IJzer 56 een rol speelt, dan moet je realiseren dat die massa die je moet gebruiken, de massa is van de IJzer 56 kern. Dan moet je dus de atoommassa die in BINAS staat gebruiken en daar, voordat je er verder mee gaat rekenen, eerst 26 keer de massa van een elektron van aftrekken. Dan haal je de kernmassa over en daar moet je mee doorrekenen. Waar wordt het nou onder andere toegepast? Dit was nog steeds theorie en we zouden het hebben over toepassingen. Nou, toepassingen zie je een aantal hiervan. Kernsplijting. Ik neem een uranium-235 kern, daar schiet ik een neutron op en in deze reactie die hier is weergegeven, zal direct nadat een neutron is opgenomen door een uranium-235, vormt het heel eventjes uranium-236, maar in een hogere energietoestand, waardoor dat uranium-236 mega instabiel wordt. En dat breekt uit elkaar. En dan krijg je bijvoorbeeld, zoals hier te zien, Broom 89, lantaan 144 en 3 nieuwe neutronen. In dit voorbeeld, waarbij het uranium 236 opbreekt in krypton 92 en barium 141, komen ook 3 nieuwe neutronen vrij. En in dit voorbeeld, strontium 94 en xenon 140, 2 nieuwe neutronen. Bij dit soort splijtingsreacties van uranium-235 komen dus nieuwe neutronen vrij. En kijk eens aan de linkerkant van de reactie.
daar staat een neutron. Dus er wordt een neutron nodig en er komen meer neutronen vrij. Dan kunnen die neutronen toch een nieuwe reactie gaan veroorzaken? Daar moeten we even naar kijken. Ten eerste, in een kernreactor wordt dit toegepast. En dit zijn niet de enige drie variaties van een uranium-235 kernsplijten. Dat zijn nog een heleboel meer. Allemaal met één brokstuk van ergens in de hoge 30, lage 40 aan atoomnummer. En dan ergens rond de 90 met massagetal. En het andere brokstuk zit ergens rond de 50, 56 aan atoomnummer. En in de buurt van de 140 met massagetal. En een aantal neutronen. Om precies te zijn, gemiddeld 2,3 neutronen per reactie komen er vrij. Alleen, het blijkt dat die neutronen niet zonder meer een nieuwe reactie kunnen veroorzaken. Want de vrijkomende neutronen zijn snelle neutronen. Maar helaas, voor de nieuwe reactie moet ik langzame neutronen hebben. Dus daar moet nog wel iets mee gebeuren. Ik kan het niet zonder meer zeggen van, oh, hier heb ik een brokje uranium en hup, we hebben een kernreactor. Daar moet iets meer gedaan worden. Maar wat is dat nou zo met die neutronen? Als die als snelle neutronen vrijkomen en als langzame neutronen nodig zijn voor een nieuwe splijting, dan moeten die neutronen dus afremmen voordat ze een nieuwe splijting krijgen. Maar ja, bij dat afremmen zouden ze in de tussentijd wel bijvoorbeeld kunnen worden ingevangen door een ander atoom wat aanwezig is. Of ze zouden helemaal uit het uranium kunnen ontsnappen voordat er een nieuwe reactie plaatsvindt. En die wegvallende neutronen, ja, die geven geen nieuwe reactie. Daarvoor gebruiken we de K-factor, ook wel vermenigvuldigingsfactor. Dat is het gemiddeld aantal ontstaande neutronen bij een kernsplijting dat ook weer een nieuwe kernsplijting veroorzaakt. Dat noemen we de vermenigvuldigingsfactor of K-factor. En daarin onderscheiden wij drie gevallen. Mogelijkheid 1 is K kleiner dan 1. Een uitdovende reactie. Nou, ik daag je uit om het eens eventjes uit te rekenen. Maar tussen twee van die splijtingsreacties noemen we een generatie van splijtingen. En tussen twee generaties van splijtingen zit ongeveer een nanoseconde. En als je een uitdovende reactie hebt, maar je hebt een K-factor van, nou laten we zeggen, 0,999999. En dan ga je 1 seconde later kijken. Dus dat is de miljardste generatie. Reken maar eens uit hoeveel reacties je dan over hebt als je begint met, laten we zeggen, een miljard reacties. We kunnen hebben K is 1. Een kritische reactie. Betekent dat gemiddeld per ontstaande neutron per reactie er precies weer 1 neutron is wat een nieuwe reactie veroorzaakt. En die blijft dus gewoon doorgaan zoals het doorgaat. En tenslotte hebben we natuurlijk, nou je voelt hem al aankomen, K groter dan 1. Dat noemen we de lawinereactie. En het gevolg kan zijn van zo'n lawinereactie, dat zie je op deze foto hiernaast. En opnieuw probeer het maar eens uit te rekenen. We beginnen met 1 reactie. En de K-factor is 1,000001. En weer tussen iedere generatie een nanoseconde. Hoeveel reacties heb ik na 1 seconde? Probeer het maar eens te berekenen. Nou ja, dit soort effecten. Ze zijn helaas in de praktijk uitgevoerd. Kijk maar eens even naar het volgende filmpje wat voor verschrikkelijke effecten zoiets kan hebben.
woorden schieten tekort bij het zien van zoveel ellende, dus laten we hopen dat dit nooit meer gebeurt. Klein detail overigens, bij het testen van dit soort bommen en bij het afwerpen van de bommen die hier gebruikt zijn in de oorlog, is heel veel radioactief materiaal vrijgekomen en door alle atmosferische stromingen heeft dat materiaal zich over de hele wereld verspreid. Dus ook in Nederland hebben we daar nog mee te maken. Nu nog. Goed, snelle neutronen worden dus afgeremd door botsingen met de omringende atomen. En hoe kan dat nou zoiets veroorzaken wat we hier gezien hebben? Waar moet je op letten dat dat niet gebeurt? Nou, het afremmen, zoals ik al zei, duurt ongeveer een nanoseconde tot er een nieuwe reactie ontstaat. Een nieuwe generatie reacties. Nou ja, is natuurlijk zo dat als jij een neutron hebt dat dicht bij de rand ontstaat, dicht bij de rand van een bol uranium, dan kan die voordat die ver genoeg is afgeremd, uit het materiaal wegvliegen. Hij komt gewoon buiten het materiaal. Dan wordt hij nog een keer afgeremd, dan schiet hij gewoon weg de lucht in. Dus die veroorzaakt dan geen nieuwe reactie. Eigenlijk letterlijk kan je zeggen, hoe minder rand, hoe meer neutronen worden afgeremd en nieuwe K-factor geven. Dus krijgen we hier deze grote bol, die heeft minder rand. Relatief gezien. Probeer maar eens uit te rekenen. De verhouding tussen de oppervlakte van een bol gedeeld door het volume van een bol. Dan zal je zien dat hoe groter de straal van de bol is, des te kleiner het oppervlak relatief is ten opzichte van de inhoud. Nou ja, hier zit dus een minder rand, dus meer atomen in het midden. Dus heb je ook dat neutronen minder snel kunnen ontsnappen. Betekent dus dat als je een neutron zou laten starten met een enige reactie hier, dan krijg je een grotere K-factor. En ja, op een gegeven moment krijg je dus een K is 1 en dat noemen we de kritische massa. En maak je die massa van het blok groter, dan hoef je maar één neutron erin te stoppen en nou ja, je krijgt het effect van de film die we hiervoor gezien hebben. En dat heb je sneller bereikt dan je zou denken. Want ga je de uranium-235 in doen, dan is dat 50 kilogram. En met de dichtheid van uranium heb je het dus over iets meer dan 2,5 pak melk. Of in de buurt van 2,5 pak melk, zo iets minder. En met plutonium, want dat is de andere die je ervoor kan gebruiken, is zelfs nog iets erger. Plutonium heeft zelfs maar 20 kilogram nodig. En met de dichtheid van plutonium betekent dat 1 liter pak melk is genoeg. En nou ja, die bom, die film die we zagen, dat was een plutoniumbom. Dus je kan zeggen dat een hele stad is verwoest door 1 melkpak aan plutonium. Nou hoef je niet bang te zijn dat een kerncentrale dat heel snel zal doen. Want uranium-235, om zo'n kernbom te maken, moet enorm zuiver zijn. Minimaal 97% zuiver uranium-235. En dat komt in de natuur niet voor. In de natuur is het zelfs maar 0,0 iets procent aan uranium-235. Dus dan moet je eerst het nodige mee doen voordat je het kan gebruiken. Sowieso kan gebruiken in een kernreactor. En je moet er nog veel meer voor doen voordat je het kan gebruiken om een atoombom te maken. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat je dat even in je achtertuintje zoiets kunt maken. Nou, we kunnen dit soort reacties dus gebruiken om hele ellendige dingen te doen. We kunnen er ook wat positievere dingen mee doen. Kernreactoren bouwen. Niet alles aan kernreactoren is even positief. Maar er zijn wel dingen die wel erbij goed zijn. En hoe zit nou een reactorkern opgebouwd? Nou, er zit een splijtstof in. Laten we even uitgaan van een uraniumreactor, dan zit er dus uranium-235 als splijtstof in. Voorlopig de andere operationele mogelijkheid voor splijtstof is plutonium, de genoemde plutonium op de vorige bladzijde. En men is bezig met onderzoek naar thoriumreactoren, alleen die zijn nog niet operationeel. Zouden overigens heel wat prettiger in gebruik zijn. Splijtstof uranium-235. In een reactorkern moet je een moderator zetten. De moderator remt de neutronen af. Die zorgt ervoor dat snelle neutronen sneller worden afgeremd tot langzamere neutronen, zodat ze makkelijker een nieuwe reactie kunnen veroorzaken. Dat is water.
Tenminste, in het huidige type. Er zijn ook hele oudere typen gebouwd. Gelukkig zijn die vrijwel allemaal nu buiten gebruik. In de oude was het grafiet. Water is veel veiliger. Daar komen we straks nog een keer op. Dan zitten er regelstaven in. Waar de moderator zorgt dat neutronen juist sneller een nieuwe reactie kunnen veroorzaken, doen regelstaven juist het tegenovergestelde. Die vangen neutronen op, zodat ze geen nieuwe reactie kunnen veroorzaken. En als je die nou allebei op de juiste manier combineert, dan kun je het tempo waarmee de reacties plaatsvinden, kun je in bedwang houden. Dat kun je regelen, vandaar dat het natuurlijk ook regelstaven heten. Die regelen hoe snel de reactor werkt. Regelstaven zijn in moderne kernreactoren van boor gemaakt. In het verleden waren ze van cadmium. Daar is men gelukkig van afgestapt. Want cadmium, ja, dus de regelstaven, zullen na een tijdje van een reactor vervangen moeten worden, omdat ze verbruikt worden. Het zijn geen gebruiksvoorwerpen, maar verbruiksvoorwerpen. Want ze vangen een neutron in en door het invangen van een neutron verandert de stof die in de regelstaaf zit. Het probleem met cadmiumregelstaven is dat die enorm radioactief worden. Er ontstaat vreselijk gevaarlijk radioactief afval. En als boor een neutron invangt, ontstaat er helium. Helium-4. En dat maakt nog leuker, want bij een kernreactor die met boor werkt, kan je dat helium-4 opvangen. Ja, en tegenwoordig wordt dat heel veel gebruikt voor bijvoorbeeld ballonnen doen. Ballonvaart. Ballonnen opblazen, feestballonnen. Ja, zo'n kernreactor maakt een heleboel van dat helium-4 aan. Dat is redelijk zeldzaam. Dus als ze het opvangen en in flesjes doen, kunnen ze het nog verkopen. Ook leuke bijverdiensten. Koelmiddel. In de huidige kernreactoren is dat opnieuw water. Water. Ja, waarom is water nou zoveel veiliger, zowel als moderator als als koelmiddel? Nou, ten eerste natuurlijk omdat je het voor twee dingen, of hetzelfde spul voor twee dingen kunt gebruiken. Je kunt het zowel koelen als modereren. Maar als moderator is het ook nog eens een keer heel belangrijk. Stel dat een kernreactor op hol dreigt te slaan, dat die te warm dreigt te worden. Ja, wat gebeurt er dan met water? Dat verdampt. En dan heb ik geen moderator meer en automatisch zakt mijn reactietempo in elkaar. Dus eigenlijk een modern soort kernreactor, als die goed is gebouwd, zal die dus het water laten verdampen. En dan, ja, valt mijn reactor eigenlijk vanzelf stil. Terwijl in de oude situatie zat er grafiet in. En een kernreactor die eenmaal te warm wordt, dat grafiet blijft er gewoon tussen zitten. Dus die blijft gewoon doorwerken, blijft zichzelf steeds nog meer verhitten. Dus ja, dat was een beetje gevaarlijk. Het oude koelmiddel was ook best wel riskant. Want waar het tegenwoordig water is, vloeibaar water, was het in het verleden vloeibaar natrium. Je zal maar een lekje krijgen in een natriumleiding van vloeibaar natrium. Je moet er niet aan denken. Water is, dus de operationele temperatuur van kernreactoren is een stuk lager geworden. Gek genoeg. Nou ja, niet gek genoeg. Het heeft natuurlijk niet alleen voor de veiligheid gedaan. Het brengt ook meer vermogen op. En daarnaast zit er een heleboel meetinstrumenten in zo'n reactorkern. Dat heeft er altijd al in gezeten en dat zit er nog steeds in. En die meten temperatuur, druk, de hoeveelheid neutronen. Nou, zo'n beetje alles wat je maar bedenken kan, wat je zou kunnen meten aan zo'n reactorkern, wordt gemeten. Want het blijft natuurlijk wel een heel zwaar instrument, zo'n kernreactor, waar van alles en nog wat mee mis kan gaan. Ja, dat moet je natuurlijk in de gaten houden. Gelukkig hebben we daar dus de meetinstrumenten voor. Oh ja, en dan is er nog iets veranderd. De allereerste kernreactoren waren horizontaal opgestapeld en de moderne zijn allemaal verticaal gericht. Dus de splijtstofstaven staan verticaal, de regelstaven staan verticaal. En wat is daar nou voor belang aan in verband ook weer met de veiligheid? De zwaartekracht. Het was in het verleden dat als een kernreactor te heet dreigde te worden, te snel werkte, of op hol dreigde te slaan, ja, dan moesten die cadmiumstaven moesten er gewoon in, met de hand of met een motortje, horizontaal ingeduwd worden. En dat duurde even. En in de tussentijd kon er natuurlijk van alles en nog wat misgaan. Beschadigd raken aan je reactor, nou, hou maar op alsjeblieft. Terwijl als het verticaal staat, ja, dan kun je gewoon zeggen van, nou, ik druk een knop in, ik laat die regelstaven gewoon vallen. En ja, dan zitten ze in één keer tussen de kern in.
Ik hoef voor de rest niks te doen. Ik hoef ze niet in bedwang te houden. Ze vallen gewoon vanzelf wel. Dat doet de zwaartekracht. En nou ja, als je hem hebt meegerekend met de vorige bladzijde, hoe snel een uitdovende reactie uitdooft, dan weet je dat zo'n kernreactor dan heel snel stil ligt. Goed, we hebben de reactorkern gebouwd. En hier zien we een fotootje ervan. Deze is van de reactor in Delft. Het is een van hun eigen persfoto's. Hoe zit het nou met de beveiliging van kernreactoren? Er wordt veel gespeculeerd over hoe veilig kerncentrales zijn. Nou, kan je zeggen, kan je alvast geruststellen. Kernreactoren zijn erg veilig in gebruik. Ik zeg niet dat ik er een voorstander van ben. Maar je moet wel realistisch blijven. En kernreactoren zijn zo beveiligde centrales dat het heel lastig is om dat dingen mis mee te laten gaan. Er zit natuurlijk een reactorkern in. Dat hebben we op de vorige bladzijde gezien. Zo'n reactorkern bevindt zich in een reactorvat. Reactorvat, daar zit dus het water in. Dat is ook gelijk het drukvat waarmee de energie wordt opgebouwd. Dat reactorvat is van staal. Dus de reactorkern zit in staal. En dus ook gelijk het drukvat voor de generator. Het reactorvat zit weer in de reactorbunker. Reactorbunker, dat gaat dus het reactorvat in. Dat is dus eigenlijk om de eerste laag tegen te houden mocht er iets dreigen mis te gaan. Dat is beton. Nou, de reactorbunker staat weer in de reactorhal. De reactorhal is een hele grote stalen bol. Hol natuurlijk van binnen, want anders kan er niks in staan. En dat is belangrijk bij dat deze op een druk van 0,9 atmosfeer gehouden wordt. Of in ieder geval een druk lager dan de buitenluchtdruk. En daar zit natuurlijk ook een reden achter, een veiligheidsreden. Waarom zou je nu zo'n reactorhal op een lagere druk houden? Ik laat je er even over nadenken. Ik hoop dat je in de les het antwoord kan geven. En dan ook nog eens een keer, alsof dit nog niet genoeg is, bij een commerciële reactor zit er ook nog eens een keer een reactormantel omheen. En dat is een laag beton en die laag beton heeft een dikte van meer dan 2 meter. Kortom, zo'n kernreactor, zoals hier die van Borselen, die zijn ontzettend stevig gebouwd. Daar gaat echt niks mee gebeuren. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat moeten hele extreme situaties zijn. Maar ja, die situaties zijn al zo extreem aan. Nou ja, denk aan Fukushima, aardbevingen, tsunamis. En nou ja, dat komt hier in Nederland gelukkig niet voor. En dat is zo extreem dat je om die kernreactor misschien nog wel het minste zorgen hoeft te maken. Dus de veiligheid van kernreactoren, ik maak me niet druk over. Maar toch, er zijn wel problemen mee. En die komen hieruit, de splijtstofcyclus. De uranium zit je niet zomaar in een kernreactor. Dat begint ermee dat het gewonnen moet worden uit een ertsmijn, zoals je hier ziet. Het wordt uit de grond uitgegraven. Uranium zit in gesteentes, uraniumgesteentes. En dat kan je opgraven, het is een zwart gesteente. Dat ertsmijn moet gewonnen worden en dan gaat het naar de ertsverwerking. Dan krijg je zoiets. Hier zie je dus zo'n brok uraniumerts. Het ziet gelig en zwart. En dat is dus steen met het zwarte uraniummetaal erdoorheen. En ja, uranium wordt geel als het oxideert. Dus uraniumroest is geel. Nou is alleen als je uraniumerts gaat verwerken, dan hou je niet alleen maar je uranium over. Je hebt ook afval. Nou, hetgeen wat de ertsverwerking maakt, dat is de yellow cake. Dat is niet zo'n probleem. Dat gaat naar de conversiefabriek. En daar wordt er verder mee gewerkt. Maar de ertsresten, ja, daar moet je vanaf. Maar daar zit nog wel radioactief uranium in. Dus ja, zoals je dat hier ziet, ik zou niet graag in deze vrachtauto's rondrijden. Want daar stuift dus radioactief uranium rond. Ja. Neus dicht houden graag. Goed, de conversiefabriek. Daar is dus bewust uraniumoxide gemaakt. Dat is makkelijk te vervoeren. Dat is de yellow cake zoals hier al staat. Daar gaat ook wat mee gebeuren. Dat gaat naar een verrijkingsfabriek. Zoals hier deze foto van Urenco in Almelo. Dit zijn ultracentrifuges die je hier ziet. Die ultracentrifuges die worden heel snel rondgedraaid.
En dan moet je denken dat deze kolommen, nou ja, meer dan 2 man hoog zijn. En die worden rondgedraaid met een snelheid van zo'n 45.000 toeren per minuut. Ja, dat gaat heel snel dus. Nou ja, centrifugale werking betekent dus dat natuurlijk uranium bestaat voornamelijk uit uranium-238 en een klein beetje uranium-235. Ja, in zo'n ultracentrifuge, waarbij je het uranium erin, dat was UF6 en dat is gasvormig, uraniumhexafluoride, dat draait heel snel rond en dan vliegt, nou ja, centrifugale kracht, het zwaardere uranium-238 vliegt naar buiten en het uranium-235 blijft meer aan de binnenkant. Dus als je dan na het draaien de binnenkant eruit schraapt, heb je uranium waar meer uranium-235 in zit. En dat herhaal je keer op keer op keer op keer, tot je dan ongeveer een hoeveelheid uranium hebt van rond de 20% uranium-235. Nogmaals, het wordt gewonnen met ongeveer zo'n 0,1% en nu zit je aan de 20% en dan kan je het in een kernreactor gebruiken. Nogmaals, 20%, dat is nog veel te weinig om er een kernwapen van te maken. Hè? Dan moet je rond een 97% zitten. Nou ja, dat wordt gewoon dus niet meer gemaakt. Dus het idee dat een kernreactor als een kernbom uit elkaar kan splitsen, dat is onmogelijk, want uranium is niet geconcentreerd genoeg. Nou, uit die verrijkingsfabriek krijgen we nog weer 2 dingen. Je krijgt het verrijkt uraniumhexafluoride. Daar kan je splijtstof voor een kerncentrale van maken. Maar je hebt ook verarmd afval. Daar zit dus uranium-238 in. Nou ja, één voordeel van uranium-238, dat is eigenlijk maar heel zwak radioactief. Daar hoef je niet zo heel veel zorgen om te maken om dit afval. Ja, uranium, als je het goed afschermt, inkapselt, dan komt er al vrijwel geen straling meer uit. Want het is nauwelijks gamma-straling, voornamelijk alfa. En zoals je hopelijk al weet, alfa-straling scherm je zo af. Daar doe je niks mee, dat kan je vrij weinig mee. Ja, je moet niet inslikken, dat is niet gezond. Goed, de splijtstofelementenfabriek die maakt dus van het gasvormige uraniumhexafluoride weer vast uranium. En dat wordt in splijtstofstaven gemaakt. Nou, hier zie je zo'n splijtstofstaaf. Hier, je ziet dus ook gewoon, er staat iemand gewoon in zijn handen. Hier zit uranium in. Nou, dat is dus, dat kan je gewoon zo beetpakken. Moet je niet te lang doen. Maar uranium in zo'n reactor zit nog in aluminium ook. Dat schermt het meeste van de straling af. Dit is relatief ongevaarlijk om te hanteren. Ja, oké, je moet oppassen. Maar het is niet dat je zegt van, oh, wat eng, wat eng, wat eng. Nou, je ziet hoeveel uranium hierin kan zitten. Dit ding weegt toch best wel wat kilootjes als die goed vol zit. Die worden in een reactor geplaatst. En een beetje commerciële reactor heeft een reactorkern van zo'n 500 van dit soort staven. Deze opname komt uit een onderzoeksreactor die veel kleiner is. En onderzoeksreactoren worden niet gebruikt om energie op te wekken. Maar die kun je bijvoorbeeld, niet altijd wat gedaan wordt, maar daar kun je bijvoorbeeld nieuwe radioactieve stoffen mee maken die ze bijvoorbeeld weer kunnen gebruiken in ziekenhuizen. Dus kernreactoren heb je ook nodig, niet alleen voor energieopwekking, maar ook voor zogenaamde therapeutische isotopen die ze in ziekenhuis gebruiken voor bijvoorbeeld kankerbestralingen. Goed, dit komt dus in de reactor. En dan worden de splijtstofstaven, die worden op een gegeven moment zijn ze op, want je verbruikt je uranium. En we hebben een paar bladzijden geleden al gezien wat daar allemaal voor elementen bij vrijkomen. En die elementen zijn naar, want die hebben heel, heel sterk radioactief. En daarom worden deze zo ontzettend sterk opgeborgen in dit soort vaten. Je moet denken dat zo'n vat wat je hier ziet, daar zitten maar 4 van die splijtstofstaven in en de rest is beton en lood. Zelfs loodbeton, om maar alles te doen om die straling af te schermen. Dit is gevaarlijk spul. Hier moet je mee oppassen. Niet in de buurt komen, zeker niet willen bekijken. Dat is het laatste wat je doet. Nou, dan gaat de opwerkingsfabriek. Ja, zo'n afgewerkte splijtstofstaaf, daar zit nog een heleboel bruikbaar uranium in. Dus dat wordt eruit gehaald, dan wordt er uranielnitraat van gemaakt en dat gaat terug naar de conversiefabriek om dat weer samen met de nieuwe yellowcake weer uraniumhexafluoride van te maken en zo gaat het cirkeltje rond. Maar ja,
De afval, de andere stoffen, dat is hypergevaarlijk kernafval. Dat moet je echt niet willen. Ik zeg al, zodra je dat gezien hebt, dan heb je laatste uurtje geslagen. Want dat is zo sterk radioactief. Sta jij dat in een rechte lijn van dat radioactieve afval, zonder dat er een beschermingslaag tussen zit als water. Ja, langer dan een week heb je niet meer. Dus dit is het grote gevaar van kerncentrales. Niet de kerncentrale zelf, maar het afval wat die achterlaat. Eén voordeel, ze produceren niet heel veel afval. Maar het moet wel heel lang worden bewaard voordat je het kan verwerken verder. Want daar hebben we op dit moment nog geen oplossing voor. Dus dit is de splijtstofcyclus. Zo ziet hij eruit. Wat zou nou beter zijn dan dit soort verhaal? Nou, wat zou dit eigenlijk liever kernfusie. Dit was allemaal kernsplijting. Kernfusie is nog veel leuker. Even een paar verschillende kernfusiereacties. Hier zien we er eentje. Met twee waterstof eentjes. Of je kan deuterium, dat is waterstof 2, fuseren. En dan krijg je waterstof 3 eruit. Dat heet tritium. Dat is overigens heel licht radioactief. En daar kan je kan ook helium 3 maken. En je kan weer met deuteriumpjes doen. En dan krijg je ook helium 3. Of je kan zelfs met een deuterium en een tritium, kan je lekker helium 4 maken. Dit zijn reacties die, en hier staat nog een leuke. Dit zijn reacties die allemaal plaatsvinden. Ik zal hem nog heel even terughalen. Die plaatsvinden in de zon bijvoorbeeld. De zon is een kernfusiecentrale. De mens heeft ook een beetje de kernfusie probeert die onder bedwang te krijgen. Maar we kunnen nog niet alles hiervan. Alleen die onderste twee regels kunnen we op dit moment kunstmatig opwekken. Die andere zijn we gewoon nog energetisch niet aan toe om die in gang te zetten. Dat lukt nog niet. Maar die onderste twee, dat kan. De op één na onderste, de deuterium plus tritium. Die reactie kunnen we kunstmatig maken in een kernfusiereactor. Wat zijn dan de voordelen van kernfusie? Waarom moeten we daar nou onderzoek naar doen? Nou, ten eerste, je hebt veel meer veel meer energie per reactie. Echt veel meer. Maar dat weet je natuurlijk ook uit die grafiek van een aantal bladzijden geleden. Dus met de bindingsenergie per nucleon. Die is van kernsplijting, kan je maar een klein stukje omhoog naar IJzer 56. Maar als je gaat fuseren, ga je hele grote sprongen omhoog maken. Dus je hebt minder reacties nodig, minder stof om te laten reageren. Je hebt minder afval. Heel veel minder afval. Vergelijk een kernsplijtingscentrale. Die levert ongeveer 2 van die tonnetjes die je hebt gezien. 2 van die gele tonnetjes per jaar op aan afval. Maar een kernfusiereactor maar 2 jerrycans per jaar. Als je een auto zou kunnen uitrusten met een kernfusiemotor. Het zou leuk zijn. En zou je als gemiddeld autogebruiker zijn maar 1 keer per half jaar hoeven tanken. Als je een tankinhoud hebt van 1 longdrinkglas. Nou, dat is niet veel. En het afval is veel minder schadelijk. Natuurlijk is, net gezegd, het afval van een splijtingsreactor, dat is heel gevaarlijk. Daar moet je echt bij uit de buurt blijven. En dan moet je 240.000 jaar bij uit de buurt blijven. Terwijl kernfusiereactoren, ja, die geven ook radioactief afval, dat is dat tritium. Maar dat is een hele zachte beta-straling, die komt zelfs van nature in je eigen lichaam voor. Dat is ongeveer 100 jaar dat het radioactief blijft. Vergelijk even, 240.000 jaar tegenover 100 jaar. En het is nog eens een keer heel dicht radioactief ook. Brengt nauwelijks schade aan. Ja, tuurlijk, je moet je er een beetje mee oppassen. Maar je zou het bij wijze van spreken in de open lucht kunnen bewaren. Moet je alleen eventjes wel afschermen dat het niet door het grondwater terechtkomt. Dat is nou net niet de bedoeling. Dat gaat net even te ver. Maar je kan het wel rustig laten verdampen. Het komt toch ook al in de atmosfeer voor. En die concentratie neemt zo weinig toe dat je dat niet zal merken. Mocht je het in de open lucht doen, moet je er nog wel even een bordje inzetten verboden te zwemmen. Want dat is nou ook weer niet de bedoeling. Kernfusie heeft zoveel voordelen. Maar waarom doen we het dan niet?
Nou ja, het probleem is, we hebben gewoon nog geen werkende kernfusiecentrale. Het lukt gewoon nog niet. Ja, we zijn er wel mee bezig. Maar om dat nou echt voor elkaar te krijgen, nou, een van de dingen ervan is, hoe win je nou de energie eruit? Dat is best wel lastig. Je kunt niet eventjes iets in je reactor hangen om die energie eraf te tappen. De operationele temperatuur van een kernfusiereactor zit namelijk rond de 100 miljoen graden Celsius. En we hebben geen materialen die daartegen kunnen. Je hebt een plasma in die kernfusiecentrale zitten. Nou, er is lang over nagedacht over hoe men dat kon oplossen. En uiteindelijk heeft men dat gevonden bij de tweede werkende kernfusiecentrale. De eerste was de zogenaamde Tokamak. En alle kernfusiecentrales zijn daar naar vernoemd. En die staat in Rusland. De Russen waren dus de eerste met een kernfusieinstallatie, kernfusiereactor. Het is overigens dus niet eentje die gebruikt kan worden om energie op te wekken, want deze moet je meer energie instoppen dan eruit komt. En die heet dan de Toroidal Camera Magnetica. En dat is afgekort Tokamak. Nou, Europa heeft ook een eigen Tokamak reactor. Die staat in Engeland. Dat is de Joint European Torus, de JET. En daar hebben ze in ieder geval het probleem opgelost hoe je nou die energie moet aftappen. Namelijk, plak lekker zonnecellen op de binnenkant. Je bent in zo'n reactor toch de zon aan het nadoen. Dus er komt een heleboel straling vanaf. Nou, als je nou die straling kunt omzetten in energie, nou, dan doe je dat toch gewoon. Dus lekker zonnecellen op die binnenkant zetten. Je gebruikt dus een namaakzon als zon voor zonne-energie. Nou, leuk, werkt. Maar ook de JET moet je meer energie instoppen dan eruit komt. Dus ook dat levert nog niet genoeg op. En te klein. Nou, daarom is men nu bezig, na deze, nu eindelijk eentje op te bouwen. Alleen, ja, dit is al achterhaald. Oorspronkelijk was de planning 2019. Nou, dat hebben we dus al niet gehaald. Dat is al verschoven naar 2026 om de International Test Center for Energy Research te bouwen. Maar daar is men wel mee bezig, daar in Cadarache in Frankrijk. Ze zijn al best wel ver gevorderd met de bouw. En ja, hij zou dus in 2026 nu moeten gaan werken. En dat moet de eerste functionerende kernfusiecentrale worden, die dus ook energie opwekt voor de omgeving. En laten we hopen dat er meer van volgen. Nou ja, er is nog een operationeel probleem bij, waar je een kernsplijtingsreactor vol moet storten met water. Moet je deze een ultrahoog vacuüm doen in een grote ruimte. Kijk, hier zie je een voorbeeldje van iemand die in de JET bezig is. En dat moet dus helemaal ingepakt, want er mag geen stofje achterblijven. En kijk eens eventjes hoe groot die ruimte is ten opzichte van het mannetje. En die hele ruimte moet ultra hoog vacuüm zijn. Dus moet je hele goede pompen aanzetten. Nou, die heb je ook niet zomaar. En dat betekent dus dat een kernfusiecentrale bouwen best wel een leuk prijskaartje heeft. Dat staat hier. Denk aan de, het zijn nog achterhaalde prijzen, de nieuwe zijn nog niet eens bekend. Maar de 50 giga-euro voor de bouw van een kernfusiecentrale, weet u inmiddels van dat dat een te lage schatting is. En ter vergelijking, een kernsplijtingscentrale kost maar ongeveer 5 giga-euro. Giga-euro hoor, dus denk niet dat je het eventjes van je zakgeld kunt voorschieten. Dat zijn dus toepassingen van kernfusie, van kernendeeltjes. Maar nog even teruggrijpen naar hoofdstuk 1. We hebben ook tegenwoordig nog iets anders, een heel ander soort toepassing. Ik heb het al gehad over bestraling, dat je daar verschillende soorten isotopen voor kunt gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks de hadronen aanmaken. Dan moet ik even teruggaan naar paragraaf 1, wat hadronen ook weer zijn. Hè? Dit waren de deeltjes die gevoelig zijn voor, hè? Ja, juist voor de sterke kernkracht, die dus gluonen kunnen uitwisselen. Maar die kan je dus ook gebruiken voor bestralingen. En dat is een relatief nieuwe methode om kanker te bestrijden. Die hadronen maak je ook weer aan met een kernreactor. Of iets vergelijkbaars. En die ga je nog eens een keertje versnellen met een deeltjesversneller. En die ga je dan met een gerichte, gefocuseerde bundel in de tumor schieten. Schiet je van buitenaf. Het leuke is dat je namelijk door de snelheid van de hadronen te regelen, dus gewoon je versneller in te stellen, de diepte kan instellen waarop die hadronen hun ioniserende werking gaan doen.
als ze het lichaam binnenkomen met een hoge snelheid, hebben ze zo'n hoge snelheid. En denk dan eventjes aan de bruien, hè. Hoge snelheid betekent wat voor de golflengte? Die past niet bij de atomen bij de oppervlakte. Je kan wel instellen van met welke energie ze binnenkomen. Dus waar die genoeg is afgeremd en waar dus de golflengte van je hadronen genoeg is veranderd om wel te passen bij de atomen in het lichaam. En dat zijn dan de atomen in de tumor. Om daar wel hun ioniserende werking te doen. Die gaan dus als het ware door de buitenlaag heen tot ze de tumor bereikt hebben. En dan pas gaan ze ioniseren, gaan ze het weefsel kapot maken. En laat dat nou net het nare weefsel zijn waar je vanaf wil, de tumor. Nou, dat noemen we de Bragg peak. En die Bragg peak, die zie je hier. Die laat dus op een bepaalde diepte laat hij een hele grote dosis na. Daar straalt hij het weefsel kapot. Nou, als dat nou maar het slechte weefsel is, dan ben je dus het goede kapot aan het maken. Het is eigenlijk gewoon een agressieve therapie. Je bent gewoon dingen kapot aan het maken. Maar ja, als je nou foute dingen kapot maakt, doe je iets goeds. Nou, dat is dus, zoals ik al zei, de bruie golflengte. Snelheid te hoog, golflengte te klein. En remt die af, wordt de golflengte groter, past die goed bij de atomen die ermee bezig is. En straalt die tumor maar lekker aan gort. Onder andere zo'n hadronentherapie centrale, zo'n centrum waar ze dit toepassen. Daar staan er een paar van in Nederland. Er staat er één in Groningen. En er staat er ook recentelijk in Delft. En uiteraard in Delft, je snapt hem al, naast de kernreactor die we eerder genoemd hebben. Nou, hier staat nog even een leuk dingetje voor over atomen. En genoeg informatie gespuit over de toepassingen. Je moet het nou zelf gaan toepassen. En daarvoor heb je een flink wat oefenopgaven.